Moordgolf Amsterdam, alles behalve onder controle. Goeiedag. De politie in Amsterdam is voorlopig nog wel even zoet met de nieuwste liquidatie in de hoofdstad gisteravond. Aan John van de Heuvel zometeen de vraag in welke hoek we de dader moeten zoeken en wie was het slachtoffer nou eigenlijk precies. Dit is wat we nu zeker weten. Het schieten gebeurde woensdagavond kort na zevenen in de Cornelis Springerstraat in de Diamantbuurt. Getuigen hebben het over 4 schoten die ze gehoord hebben. En het slachtoffer zou een jongen zijn die in die buurt woonde. En vrij snel na de schietpartij, woensdagavond dus al, bevestigde de politie dat hij in de is overleden. En natuurlijk hoopt de politie nu dat mensen die wat weten of gezien hebben zich zullen melden. John van de Heuvel bij mij dus in de studio. Ja. Ja, de politie was gisteravond nog een beetje voorzichtig met zeggen dat het een liquidatie was, maar 1-1 is 2 toch? Ja, nou, de insider wist wel meteen wat er aan de hand was natuurlijk. En ik begrijp dat de politie dan natuurlijk eerst nog de identiteit moet vaststellen, familie moet waarschuwen. Dus die is dan in de beginfase altijd wat voorzichtiger. Ja. Maar het gaat gewoon om een keiharde liquidatie. Dat staat inmiddels wel vast. Ja. Er is flink geschoten. Eigenlijk kon het slachtoffer geen kant op. Er waren 2 mensen betrokken bij de aanslag. En uiteindelijk zijn die er vandoor gegaan in de bestelbus die later brandend is teruggevonden. Ja, en nou zeg jij identiteit vaststellen. Weten we dan al zeker wie het is? Ja, dat is ook wel bevestigd. Het gaat inderdaad om iemand die tot de zogeheten mokro-maffia wordt gerekend. Die ook al eerder in beeld is geweest in verband met een aantal conflicten die er natuurlijk al een geruime tijd spelen in diezelfde wereld. Waar over en weer ook, het gaat een beetje tussen 2 partijen, heel grof gezegd is het beeld. En daar, in die oorlog zijn inmiddels al meer dan 20 slachtoffers gevallen. Tja. Dit slachtoffer van gisteravond is ook al eerder gewaarschuwd door de recherche dat hij op een dodenlijst zou staan. Ja. Dus hij wist waarschijnlijk ook wel dat er dreiging was. Maar dan blijkt het toch iedere keer weer, ondanks het feit dat je wordt gewaarschuwd, ondanks het feit dat je weet dat er op je wordt geloerd, dat het toch heel moeilijk is om een bepaalde discipline in je leven te brengen. Dat je niet het slachtoffer bent van zo'n aanslag. Precies. Maar de ene reactie lokt natuurlijk weer een volgende uit. Het is een oorlog, ja, zeg jij. Het is, ja, een vete. Dan is het dus weer wachten op de volgende. Nou ja, dat is een beetje het punt. Om die reden was ik ook een beetje verbaasd toen, ik geloof een jaar, anderhalf jaar geleden, de Amsterdamse driehoek met het verhaal kwam dat de mokro-maffia-oorlog voorbij was. Ja, politie, burgemeester, ja, en justitie en natuurlijk. Het Openbaar Ministerie. Ja, ja. En in tegendeel blijkt het geval. Want wat je natuurlijk ziet is, wat je ook zelf al zegt, dat moordaanslagen lokken over het algemeen een reactie uit. Van vrienden, van medestanders, van mensen die ook in die oorlog een rol spelen. Maar je ziet ook een verschuiving naar steden rond Amsterdam. Utrecht is natuurlijk ook een aantal keren nu decor geweest van een aantal van die onderwereldafrekeningen die ook weer tot deze groepen worden gerekend. Dus ja, je kunt niet zeggen de mokro-maffia-oorlog is voorbij. Integendeel, wat wel goed is, is dat politie en justitie er veel meer dan een paar jaar geleden nu bovenop zitten. Soms ook aanslagen verijdelen. Ook al een aantal keren door het kraken van telefoons van criminele zaken heeft kunnen oplossen. Of in ieder geval verdachten voor de rechter kunnen brengen. Maar het is een strijd van lange adem. Precies, want ik wou net vragen, we zagen net bijvoorbeeld die uitgebrande bestelbus. Ja, die kun je wel binnenstebuiten keren, maar de vraag of je daarmee iets oplost, ja, maar in dit geval. Ja, toch moet je het iedere keer doen, want het is ook in het verleden gebleken dat er, ja, soms door een beetje geluk bij opsporingsinstanties, toch minuscule DNA-spoortjes van bijvoorbeeld zo'n auto kunnen worden gepeuterd. Of van andere technische sporen die dan worden aangetroffen. Ja, en dan kan dat toch uiteindelijk de doorslag geven in een moordonderzoek. Dus ik snap dat ze die auto in brand steken. Maar ik snap ook dat de politie blijft onderzoek doen naar eventuele sporen. Laten we hopen dat het wat oplevert. Hè? Voordat er onschuldige mensen worden doodgeschoten. Zeker. En dat is een beetje het punt van dit soort liquidatie. Ook gisteravond weer. Dus lopen daar mensen op straat waar ook best wel mensen getuigen. Of in ieder geval hoorden de schoten. Het geeft een bijzonder onveilig, onaangenaam gevoel. Ja. Ondanks het feit dat je er niks mee te maken hebt, loop je dus het risico dat je daar eens een keer in verzeild raakt. Dus alleen om die reden kan het geen kwaad dat, dat de daders snel worden gepakt. Dank voor je toelichting, John van de Heuvel. Ja, tot zover deze video over de liquidatie van woensdagavond in Amsterdam. Zodra er meer nieuws over komt, dan leest u dat natuurlijk direct op telegraaf.nl. Namens ons beiden, dank voor het kijken. Dag.